Ik denk, ik ga nog gelijk een Pilatesles opnemen. Maar let op, ik ga vandaag, mijn naam is Wiebke den Broeder en ik ga voor Buitensport Soest een lesje opnemen. Omdat we geen lessen kunnen volgen momenteel, maar nu kunnen jullie thuis. Luister, voor deze les heb je alleen een matje nodig en ik ga voornamelijk heel veel stretchen. Ja, dus let een beetje op dat je lang wordt, dat je rug lang wordt, schouder lang, nek lang. Goed ademen, heel belangrijk. Geniet ervan. Ik zit hier in de mooie duinen van Texel. Daarachter ergens is heel veel water. Maar hier zit ik lekker in de rust. Klein beetje wind. Heerlijk. Oké, okay. Nou, gewoon rechtop staan. Goed ontspannen. Schouders laag. Ademen. En we gaan als eerste alles losschudden. Laat je armen lekker hangen. Alsof ze niet bij je horen. Laat maar alles los, alle stress, alles wat je aan het doen bent, goed loslaten. Heel goed. Oh, het is heerlijk hier. Ik zit hier in de zon. We hebben november en het is lekker warm. Heel raar voor deze tijd, maar ook fijn. Oké, schouders maar optrekken, adem in. En laat los, adem uit. Nog een keertje. Ja, als het bij jou ook zo warm is nu. En je hebt de tijd even in de zon half uur naar buiten. Doe dat. Ja, die zuurstof. Ah, is heerlijk. Oké, schouders laag. Neem je hoofd naar één kant. Goed lang laten. In je nek. Ademen. Heel goed. Naar de andere kant. Ademen, ademen, ademen. Neem je hoofd in het midden. Draai je hoofd. Kijk over de zijkant heen. Zo ver mogelijk. Ja, goed. En naar de andere kant. Kom weer in het midden. Oké, laat het even van de zijkant zien. Kom wervel voor wervel omlaag. Mijn knieën zijn ietsjes gebogen en je rug wordt helemaal rond. Ga langzaam omlaag. Ja? Je kan dat bij mij heel goed zien. Mijn mobiliteit zit voornamelijk in mijn bovenlichaam. Kijk, nu kan je heel goed zien dat mijn rug bovenonder is dan hieronder. Hier ben ik, daar ben ik niet zo mobiel. In mijn bovenlichaam ben ik veel mobieler. Ja, dat is ook te gevolgen. Bij dames krijgen soms een bochel. Ja, daarom moeten we juist hier ook die onderkant buigen. Hier, dat je denkt, oké, ik wil nu hier mijn bekken kantelen en als eerste proberen mijn staartbeen in te trekken, dat ik hier ook rond word. Ja, niet alles uit mijn bovenlichaam haal. En ik doe heel veel oefeningen die juist deze kant versterken, dat je de kracht hebt om die bochel de andere kant op te trekken. Ja, je wil natuurlijk wel liever met een rechte rug rondlopen, als met een bocheltje. Oh. Maar helaas, het ouder worden krijgt ook houdingsverandering met zich mee. Ja, neem je armen goed weer de zijkant omhoog. Ja, goed naar achteren. Heel belangrijk. Ja, Fleur, die hond, die loopt hier af en toe een beetje rond. Maar zij is heel geduldig. Blijft lekker rustig liggen. Of staat. Loopt in ieder geval niet weg. Heel fijn. Oké, nog een keertje. Kom nog een keertje wervel voor wervel omhoog. Let op, je knieën zijn gebogen. Rond omlaag. Uithangen. Voel ook even je buik tegen je bovenbenen aan. Ontspannen. Dat je been achterkant oprekt hier. Schouders ontspannen. Laat je los lekker hangen. Je hoofd lekker hangen. Dat je nek ontspannen is. Goed ademen en kom maar wervel voor wervel weer omhoog. Strek je lang omhoog. Neem je armen weer naar de zijkant omlaag. Ademen. Oké, nu neem maar één been achter je andere been. Ja, en daar waar de been achter is, is in dit geval bij mij links. Dus als je mij spiegelt, is het bij jou rechts. Neem je arm omhoog, maar het maakt niet uit. Je kan de andere kant ook nemen. Maar die been en die arm die achter zijn, leunen over. Ademen. Voel het hier oprekken.
goed ademen. Heel goed, kom terug. Breng je andere been achter de eerste been. Breng je arm omhoog. Leun over. Voel het oprekken hier van je heupen tot je oksel. En adem. Als je diep inademt, voel je dat je ribbenbogen nog meer uit elkaar gaan, omdat je longvolume groter wordt. Goed ademen. Heel goed, kom weer terug. Dat was staand. Nee, staand, bijna. Ik wil nog even draaien. Dus ga maar recht staan. Jij kijkt naar voren. Ik kijk nu naar de zijkant, zodat ik jou nog kan zien. Draai naar achteren. Schouder hier goed laag. Ja, kijk naar achteren. Kijk naar je duim. Draai zo ver mogelijk naar achteren, maar laat je heupen voor. Ademen. Heel goed, kom in het midden. Draai naar de andere kant. Ik draai me even om. Ja, jij mag gewoon de hele tijd naar voren kijken en gewoon nu naar achteren draaien. Je hoeft niet met mij heen en weer te draaien zoals ik dat doe met mijn voeten. Ja, alleen in je bovenlichaam draaien. Laat je heupen staan. Ademen. Schouder laag. Alle twee schouders laag. Ontspannen lange nek, maar wel gedraaid. Oké, en kom weer terug. Ademen, ademen, ademen. Goed los. Draai maar in je bekken. Een mooi rondje. Ook de andere kant op. Ja, kijk, ik kan mijn bekken ook goed naar voren. Ook de andere kant op. En nu je bovenlichaam draaien. Ja, kijk maar. Je heupen laat je staan en je bovenlichaam draaien. Mijn knieën zijn ietsjes gebogen. Ja, ik laat van de zijkant zien. Ook de andere kant op. En hier, als ik nu naar achteren leun, zodat het niet je achterin schiet, span ik mijn buikspieren aan. Die houden mijn gewicht tegen. Goed ademen. Heel goed. Oké, en kom weer terug. Zo, nu ga je liggen. Ik heb mijn matje een beetje schuin liggen. Ik hoop jullie kunnen mij goed zien. Ga maar wervel voor wervel af. En maak je me lang met je armen naast je oren. Strek je helemaal lang over de grond. Adem diep in, adem uit en kom wervel voor wervel weer omhoog. Ja, en duik maar naar voren. Dit is eigenlijk de oerbasis van de Pilates, de roll-up. Die doe je ook staan, hebben we net ook gedaan. Nu doe je die liggend, dat is eigenlijk de oerbasis die we altijd doen in de Pilates. En het is zo dat je buikspieren aanspant. Als je het moeilijker wil hebben, blijf rondrollen natuurlijk. Neem je armen 1 of 2 achter je nek. Ja, dan wordt het hier moeilijker omhoog te komen natuurlijk. Je kan nog altijd smokkelen en een beetje je arm naar voren doen. Dan heb je net dat kleine stukje wat je denkt, nou ja, dan gaat het makkelijker. Ja? Maar als je wil, kan je natuurlijk ook alle twee armen hier doen. En let op uitademen, uitademen. Ik praat nu de hele tijd, daardoor adem ik wel uit. Ja, als je dat fijner vindt, maak een geluid. Dan adem je ook uit. Hè? Nog één keer. Adem diep in. En gelijk van begin op aan. Adem uit. Goed zo. Heel goed. Oké, nu blijf liggen als je nu de volgende keer ligt. En pak maar één knieholte. Trek die naar je toe. Voel de been achterkant hier oprekken. En de lies van het andere been, hier, ja, de lies bovenbeen, bovenkant. Goed naar je toe trekken, lang maken, ontspannen je nek, maak je groot en trek maar je been naar je toe. Als je kan, probeer je been nog meer te strekken. Ik ben geen ballerina, maar ik weet dat meneer Pilates ooit op Broadway gewerkt heeft met heel goede ballerina's. En daar komen ook heel veel rekoefeningen vandaan. Terwijl dit is gewoon ook een standaard rekoefening. Die je misschien ook doet in de volleybaltraining of zo. Oké, goed lang maken. En denk maar, je wil je scheenbeen hier hebben. Voor je neus. Goed lang maken. En dan denk ook aan het andere been. Maak dat lang. Oké, nu hou maar je been vast. En dan voel maar wat je rug doet. Mijn rug ligt nu plat aan de grond. Maar wat ik eigenlijk wil, is een rechte houding creëren. Dus ik ga proberen om mijn
bekken een beetje te kantelen, maar hou mijn been vast. Ja, als je bekken een beetje kantelt, krijg je een inimini holletje in je onderrug. Ja, ik moet hier nu hard vasthouden met deze arm. Maar hier krijg je een klein beetje een holling. En dan voel je dat het hier meer oprekt. En dat je lies aan de andere kant het juist makkelijker krijgt. Ja, probeer je bekken recht op te zetten. Niet plat naar achteren kantelen, maar recht op te zetten. En hou je been vast. Ademen. Oké, nu nog eentje erbij. Probeer je voet te flexen. Oh, trouwens, je kan dit eigenlijk ook heel goed doen. Op sokken of op blote voeten. Ja, ik heb mijn schoenen eigenlijk nog aan, omdat ik net een kettlebell-les opgenomen heb. Dus dat kan weg. Flex je voet. Ademen. Heel goed. En laat maar langzaam los. Kijk, als je nu lang ligt, krijg je vanzelf het holletje onder je rug. En dat is eigenlijk wat je ook kan creëren als je benen en handen hebt. Ja, dan rek je nog meer op. Oké, nu neem je de andere been. Eerste knieholte. Gebogen houden. Ja. En je andere been lang strekken. Kijk, ik kan nu een klein beetje zien. Als ik niks doe, dan wordt mijn knie gebogen daarachter. En dan hangt het zo'n beetje in de lucht. Maar ik wil het strekken. Ik ben ook een beetje stijfjes, voel ik. Goed je been strekken. Ademen. Hou vast. Oké, nu is mijn rug echt plat aan de grond. Ja, en ik voel ook hier die rek in mijn bovenbeen. Maar nu wil ik gewoon eigenlijk het nog meer oprekken. Dus ik kantel mijn bekken, waardoor mijn standbeen, wat dat is in dit geval, langer wordt. En mijn bovenbeen, wat ik vasthoud hier, dat krijgt het zwaarder aan de beenachterkant. Goed ademen. Voel die been achterkant. En nu flex ik nog mijn voet. Oh. Als je voelt dat je begint te schudden, moet je het weer ietsjes laten gaan. Hè? Ik heb dat nu. Als je benen, je spieren beginnen te schudden, dan houden ze vast. En dan kom je eigenlijk niet aan een rek toe. Probeer dan een beetje na te geven tot het schudden ophoudt en trek weer een beetje meer. Ja? Oké, let op. Je rug is een klein beetje in een holling, in een neutrale houding. Ademen. Ademen, ademen, ademen. Heel goed. En laat langzaam los. Goed los schudden. Zet je voeten op. Schud ook met je billen. Loslaten. Oké, zet maar je voetzolen na elkaar toe. En breng die aan de grond. Naast je billen. Of voor je billen. Of achter je billen. Nee, niet. Ergens. Oké, en dan gaan we zo heen en weer wiebelen. Ontspannen je rug. Je onderrug loslaten. Je buik loslaten. En dan kan je ook zo een beetje voorzichtig je knieën uit elkaar laten zakken. Zo ja, dan voel je dat hier aan de been binnenkant oprekken. Heel goed. Oké. Ga door in de rek van je heupen. Zet alle voeten, alle twee voeten, in verlenging van je zitbordjes aan de grond. En dan zet je één voet met je enkel over je bovenbeen. Ja? En dan druk je je knie van het overgelegde been naar de zijkant. Ja, en dat voel je hier beneden in je heupen. Goed ademen. Loslaat. Schouders laag. Je rug is neutraal. Oké, en dan draai ik een beetje zodat jij dat kan zien. Nu pak ik van binnen door die knieholte van het been wat aan de grond stond net. Ja, en dan til ik dat been op. Ja, hier. Ik til het been op. En ik trek dat. Leg je hoofd weer neer. En nu kan ik met mijn elleboog, die in het midden doorging, dat been wat overgeslagen is, een beetje naar buiten duwen. En dat voel je weer in je heupen. Ja, als het niet lukt, is het ook goed om die eerste oefening te blijven doen. Als het wel lukt, doe je dit. Goed ademen. Heel goed, laat langzaam los. Zet je voet neer. Andere been overslaan. Met je enkel op je knie en druk je knie naar buiten. Goed ademen. Ontspannen. Kijk lekker de lucht in. Als je buiten ligt en anders kijk je maar naar je eigen plafond. Is ook goed. Maar voel je heupen.
Misschien voel je ook iets anders, weet ik niet. Misschien voel je ook je rug of je enkel of geen idee. Op je hoofdpijn, ademen. Misschien heb je ook helemaal niks, dat is ook goed. Oké, pak je andere knieholte. Ik klets een beetje veel, sorry. En dan kan je met je elleboog je been naar buiten duwen. Trouwens, ik heb nu geen holle rug meer. Ik heb nu echt een platte rug in de grond. Maar ik denk dat heb je zelf ook. Goed ademen. Oké, laat langzaam los. Goed losschudden je benen, je rug, alles los. Oké, pak maar alle twee knieën omhoog. We doen heel even wat statische oefeningen voor de buikspieren. Leg je rechterhand op je linkerknie en je linkerhand op je rechterknie. Ja, we werken statisch. Dus ik neem mijn hoofd omhoog en mijn schouders omhoog. En ik druk met mijn handen de knieën weg. Wegdrukken. Een beetje naar buiten en naar die kant op drukken. Hè? Kracht zetten, ademen. Ademen. Als je last krijgt van je nek, omdat je denkt, zo zwaar, mag je hoofd neerleggen, maar druk hem maar. Druk hem maar. Kom op, voel je buik. Trek. Trek met je knieën tegen je handen aan en druk met je handen weg. Ademen, ademen. Statische buikspieroefening. Hou vol. Nog 5, 4, 3, 2 en ontspannen. Hè? Dat ontspannen gaat goed, hè? Goed loslaten. Oké, nu doen we dat weer. Maar dan gaan we de laatste 10 seconden, 5 seconden alleen met rechts en 5 seconden alleen met links drukken. Ja? Dus, benen weer optillen. Je legt je rechterhand op je linkerknie, je linkerhand op je rechterknie. Nou ja, knie, bovenbeen eigenlijk meer. Dan kom je met je schouders omhoog en eerst druk je met alle twee. Kom op, knieën optillen, drukken met je knieën. Naar je schouders toe trekken en met je armen er tegenaan. Stel je voor, je moet iets beschermen wat je armen en je benen anders zouden pletten op je buik. Kom op, duwen, duwen, duwen. Kan je nog? Kom, we doen 5 seconden de rechterkant nu alleen maar recht drukken. Rechts, 5, 4, 3, 2, 1 en nu links alleen. Kom op, 5, 4, 3, 2. Kunnen jullie nog? We doen nog maar alle twee. Kom op. Nog 5. Alle twee. Harder. 4, 3, 2, 1. En ontspannen. Oh. Oei, oei, oei. Oké, wat je creëert met statische oefeningen, krachtoefeningen, is dat je meer vezels erbij pakt. Dus dat je, als je een bicep curl doet, ja, dan gaat eigenlijk de bicep curl gewoon een paar bicepspiervezels gebruiken. Maar als je statisch werkt, dan zegt je lichaam, ik wil meer. En dan gebruikt hij meer vezels. Zonder dat je zo heel erg groei hebt van je spieren. Ja, dan als je bodybuilder wil zijn en je krijgt zulke spieren, dan doe je voornamelijk veel herhalingen en weinig statische oefeningen. Maar die turners bijvoorbeeld, die doen statische oefeningen. Die willen namelijk niet zoveel gewicht erbij krijgen. Oké, nu zet je handen naast je billen aan de grond. Rechtop. Schouders naar achteren. Heel goed. En nu breng maar je billen omhoog. Kijk maar of het lukt. Ademen. En weer omlaag. Als je denkt, ik kan dat niet op mijn polsen, kan je ook op je vuisten staan. Kom maar omhoog. Billen samen knijpen naar boven. En weer omlaag. Ja, nog een keertje. Omhoog. En weer omlaag. En nog een keer. En weer omlaag. Okay. Nu breng je je schoudergordel naar achteren. Ja, naar achteren. Goed je schouders naar laag. Naar achteren. En breng maar je arm omlaag. Ga rechtop zitten. Als je voelt, kan niet zo goed rechtop zitten, buig dan je knieën. Ja, oké. Laat maar je armen daar. Je schouderbladen goed achterlaten. Borst naar voren. En dan wil ik graag dat je heel lang uitademt. Ja, je long wil namelijk dan dit doen. Maar ik wil dat je met je spieren dat tegenhoudt. Dus je blijft rechtop, adem diep in en heel lang uit.
En nog langer uit. En weer in. Oké, en nu doe je dat zonder dat je handen aan de grond doet. Laat je handen boven, duimen naar buiten gedraaid, allebei. Kijk even. Ja. Oké, nog een keer. Inademen. En lang uit. En ontspan. Oké, wat je nu doet is echt dat je je schouderbladen achterhoudt. En die spieren die achter jouw rechte houding creëren, die houden er tegen. Nog een keer. Nog één keer. En schouders achterlaten, schouders achterlaten. Adem uit, adem uit, adem uit, adem uit. Schouders achterlaten, houd tegen. En ontspannen. En dan wil je lekker rond liggen. Dat is lekker. Oké. Dan gaan we weer liggend. Armen aan de zijkant. We wilden meer stretch doen, toch? Nou, dan doen we ook nu even wel stretch en relax. Neem je knie omhoog en laat je knieën naar één kant toe vallen. Ja, nu komt hier achter mijn schouder een beetje omhoog bij mij. Omdat ja, ik ben niet zo lenig wat mijn wervelkolom aangaat. En nu draai je hoofd weg van je knieën. Heel ver weg. En voel je wervelkolom helemaal gedraaid vanuit je nekwervel tot in je staartbeen. Als je nu met je schouders aan de grond bent, dan kan je dat bovenste knie, wat daar op de zijkant ligt, nog zo aan de grond leggen. Maar dat kan ik niet. Dan komt mijn schouder omhoog. Maar sommige mensen kunnen dat namelijk wel. Ja, als je een langere bovenlichaam hebt en makkelijker draait, dan kan dat. Adem diep in en uit. Oh, heerlijk zo, met je gezicht in de zon. Heel goed. En kom weer terug in het midden. Laat je knieën de andere kant vallen. En draai je gezicht weg van je knieën. Ademen. Goed ademen. Ja, je voelt het hier ook in je oksel oprekken. Bij je borstspier. Dus als je arm goed uitstrekt. Mijn handrug ligt aan de grond. En mijn duimen wijst zeg maar zo omhoog. Ademen. Heel goed. Komt de ontspanning bij mij door. Goed ontspannen. Kom weer terug. Goed loslaten. Schouders los. Oké. Nu strek je je lang. Alle twee benen aan de grond lang. Nu probeer maar één been langer te maken dan de andere. Dus wat je doet is met je heupen zo heen en weer gaan. Zo, ja? Zo. Dat je dus aan de grond blijft. Maar denkt, ik wil soms de ene been en dan de andere been langer maken. Ja? Niet zo'n moeilijke oefening eigenlijk. En nu neem je armen in de lucht. Nee, naast je oren. En dan doe je hetzelfde met je armen. Niet nadenken. Dat doe je misschien 's ochtends in bed ook. Dat je even denkt, oh, even lang strekken. Goed ademen. Ja? Lang maken. Ik hoop dat je genoeg ruimte hebt waar je ligt. Als je binnen bent, tussen je kast en je stoel of zo. Goed ademen. Heel goed, lang maken. Oké, en nu, blijf maar gewoon lekker liggen. En dat ziet er heel gek uit nu. Maar blijf maar liggen en span je billen aan en laat weer los. Billen aanspannen en loslaten. Ja? En nu, probeer maar je been en je bilspier om de beurt aan te spannen. Je hebt een rechterkant en een linkerkant. Span maar om de beurt aan, dat je hoofd weet, wat ben ik eigenlijk aan het doen. Om de beurt de billen aanspannen. Het ziet er heel gek uit. Als je dit nu zo ziet, billen aanspannen, om de beurt, wiep, 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 wiep. Goed optillen. Heel goed. En nu span maar alle twee aan. Heel goed. Oké, wat je voelt met je billen aanspannen, dat je misschien ook even je onderrug mee aanspant. Kan je even voelen, is het daar een beetje hard? Ja, en wat je ook nog kan doen, is ook nog erbij, je buik aanspannen. Kijk maar of je zowel je buik als je onderrug en je billen aanspant. Dat dit gewoon helemaal stabiel is. Ja, daarboven mag het natuurlijk zacht zijn. En ook daaronder. Ja, daaronder mag het. Maar daar helemaal onderin,
Daar moet het hard zijn. Ja, iedereen heeft zijn spekjes nodig. En bij de een zitten die meer daar, dan bij die ander meer daar. Dat maakt helemaal niks uit als het eronder maar hard is. En daar mag je best wel doorheen duwen. Voel maar. Buik vast, rug vast, billen vast, ontspannen en loslaten. Heel goed. Oké, en nu ga je een klein beetje voeten opzetten. En dan til je benen omhoog. Je billen omhoog, helemaal omhoog. Ja, en dan til ook maar je arm omhoog. En dan voel je nu dat je hele achterkant aangespannen is. Je onderrug, je billen, je beenachterkant ook. Heel goed. En dan kom je wervel voor wervel weer af. Kantel je bekken. Nu moet je buik weer aanspannen. Oké. Zet je voeten nog dichterbij. En kom weer wervel voor wervel omhoog. En als je boven bent, goed aanspannen je billen. Samen knijpen. Ja? Daar hangt wel ook bil. Maar daaronder zit hart. Kom wervel voor wervel weer. Hier zeggen ze in de Pilates-taal, is dit de schouderbridge. Ja, wervel voor wervel op, tot je helemaal boven bent. En wervel voor wervel weer af. Als je dit in je onderrug voelt of ergens, en het voelt niet prettig, leg je armen aan de grond, dan mogen die een beetje meehelpen. Ja, je kan hier aan de grond duwen, dan wordt het makkelijker. Let op dat je je nek ontspant, dat die niet meehelpt. Die wil soms, maar probeer die te ontspannen. Probeer je nek los te laten. Van wervel voor wervel op en wervel voor wervel weer af. Heel goed. Oké. En nu trek maar alle twee knieën weer op. Kijk maar of je billen helemaal op kan tillen. Ja, dat je zo je billen optilt en weer laat zakken. Rond. Oké. Trek maar je benen naar de hemel toe of naar het plafond. Kijk maar of je een klein beetje met je billen op kan komen. Ja, hier, een klein beetje. Oké, dan kan ik natuurlijk heel makkelijk met mijn armen duwen. Zo, zie je dat? Dan kan iedereen een beetje misschien. Zo is het ook goed, hè? Zo is het ook goed. Maar als je meer kan, probeer langzaam op te tillen, langzaam neer te leggen. Goed ademen, voel je buikspier van onder je benen om te krijgen. Ik leg hier een beetje op de helling. Dan moet ik mijn armen boven mijn oren leggen. Je kan ook dit proberen, dat je heel langzaam omhoog komt en heel langzaam afkomt. Ja, als je een helling hebt en je ligt dan andersom, dat je benen omlaag gaan, dat je hoofd een beetje omlaag hangt, dan gaat dit makkelijker. Als je plat ligt is het al goed. Binnen in de woonkamer of waar dan ook. Goed ademen, adem uit. Kom rond weer omlaag. Nog één keer. En kom rond weer omlaag. Oké, kom in de zit omhoog. Oké, we doen nog even rolling like a ball. Pak maar van buiten. Ik heb mijn voeten bij elkaar. Van buiten je enkels. Ja, zo. Heel goed. Doe het even zo om. En dan rond in je rug. En probeer maar naar achteren te rollen. En weer te stoppen waar je begonnen bent. Ja? Goed ademen. Sjoep. Heb je nog een beetje massage voor je rug. Lekker, hè? En nog een keertje ademen. En nog een keer. Heel goed. Oké. Goed uitstrekken. Je benen maak je lang. Kom nog maar lang naar voren. Adem uit. Zo, we zijn nu bijna aan dit half uurtje aangekomen. Oké. Schouders nog maar laag. Ga nog maar rechtop zitten. Goed diep in en uitademen, schouders laag laten. En dan neem maar nog maar je hoofd naar één kant toe. Blijf diep in en uitademen en voel maar hoe je je nu voelt. Heel goed, neem je hoofd naar de andere kant. Goed je schouders laag laten.
Heel goed. Kom weer omhoog. En dan draai maar om je eigen lichaam. Zo, kijk maar naar achteren. Blijf rechtop. Ademen. Goed ontspannen. Heel goed. En kom naar de andere kant. Goed gedraaid om jezelf. Ademen. Heel goed. Kom weer in het midden. Schouders laag. Voel maar goed hoe je nu voelt. Ik voel me heel goed, maar ik zit hier ook in een fantastische omgeving. Ik heb de mazzel om hier nu te kunnen zijn. Ook al mag ik geen lessen geven, maar dit is wel een cadeautje. Oké. Ik hoop dat ik de mensen van Buitensport Soest snel weer in de Soester Duinen mag begroeten met groepslessen. En anders hoop ik dat jullie een leuke Pilatesles... Nou ja, eigenlijk was het meer stretch, weinig Pilates. Maar dat jullie een leuke les gehad. Dat je even beweegt. En je goed voelt, daar gaat het om. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En misschien tot de volgende keer.